Want hoe was dat toen, toen jij begon? Waar is ooit de motivatie begonnen voor jou om te trainen of krachttraining? Hoe, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Uh, ik ben best wel jong begonnen, op de middelbare school al. Um, ik denk uh, in, in hindsight dat ik toen heel erg op zoek was naar. Ik was denk ik een jaar of 16, 17 of zo. En dat ik toen toevallig in mijn omgeving een paar vrienden had. die toen die aan het opdrukken en crunches aan het doen. En die hadden echt al een beetje mannenlichaam. Dus ik denk dat ik. Dat treft op, op die leeftijd, een beetje, dat is het einde puberteit, dat ik echt een beetje op zoek was naar een, een identiteit als man. En, uh, en toen constateerde dat dat ik dan tenminste natuurlijk uh, ja, echt een kast moest zijn. <laughs> dus ik begon eigenlijk op de middelbare school al met trainen en ook best wel snel, uh, vrij direct al heel serieus en uh, direct uh, was ik daarvan naar een bepaalde esthetiek dat je dacht. Nou, ik denk dat het daarmee wel begon. Van, uh, ik, ben, ik ben 16 en ik wil uh, sixpack abs en ik nou. wil uh, dikke borstplaten. <laughs> uh, maar ik ging toen vrij snel wel uh, op internet zoeken van... oké, okay, hoe kan ik dan uh, meer resultaat boeken? Hoe kan ik dit beter doen? En toen kom ik op, op internet terecht van krachtsporters en bodybuilders. En uh, nou, dan kom ik in aanraking met ideeën van je moet eiwitten eten en je moet... ...benen trainen en dat soort dingen. Dus ik begon toen eigenlijk vrij snel al... Uh, ...ja, ging ik eigenlijk al een beetje die terecht erin. En uh, ja, toen een jaar later of zo ging ik uh, studeren... ...en toen in het uh, eerste deel van mijn studententijd in Groningen... ...toen heb ik een sterkste man-wedstrijd gedaan... ...een powerlifting-wedstrijd. En toen was ik helemaal hardcore uh, strength-athlete. Vet. Ja. Vet. Je hebt eigenlijk is het ooit van een bepaalde esthetisch doel is het begonnen... Misschien echt de eerste paar weken bij wijze van spreken. En toen ben je ja. eigenlijk langzaam, steeds met die strength goals ge, geswitcht. Ja, absoluut. En dat uh, totdat ik op een gegeven moment juist eigenlijk helemaal de andere kant op ging. Dat in de laatste, laatste jaar toen ik actief was als powerlifter, toen, ja, toen woog ik inmiddels uh, bijna 120 kilo. Dus ik was echt 50 kilo aangekomen of zo. Dat, hoe lang ben je? Uh, 1,2,80. Ja. Dus ik was redelijk vierkant. Ja. <laughs> ik heb wel eens een foto voorbij gekomen komen... volgens mij op Instagram van jou. In ja, die, uh, ja, ja. In die tijd. ja, ja, ja. Ja, nou, dat was dus dat was niet... Uh, esthetisch gezien uh, nee, viel er nee, weinig nee, meer ja, te precies, halen. Precies, Ik weet wel ja. dat ik toen op een gegeven moment ook een keer... toen studeerde ik twee jaar of zo... Nou, toen was ik 30 kilo uh, zwaarder geworden... dat ik toen ja. een meisje tegenkwam... dat ik nog kende van de middelbare school... op een feestje of zo. En die keek me aan en zei... wat heb jij in godsnaam met jezelf gedaan? Ja, 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 ja. Wat zonde dit. Ja, 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 ja. <laughs> ik dacht, waar heb je het over? <laughs> Ik, ik squat echt <laughs> uh, meer dan 200 kilo. Nou ja, en, uh, zie je die bosplaat? <laughs> ja, precies. Ja, 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 <laughs> ja. Nee, dus het, het begon esthetisch, en, en daarna ging het eigenlijk helemaal de, ja, de performance-kant op. Dus uh, sterk worden en heel lang de sterkste van het land proberen te worden. En uh, ja dat is ook een, een fase geweest. En uh, ja, ondanks dat, uh, voor mijn gevoel, trainen nu eigenlijk minder belangrijk voor me is dan dat het toen was. Uh, daar ja, heb ik er wel mijn werk van, uh, van gemaakt. Maar ik heb er wel een wat andere relatie mee gekregen. Dus ja. uh, Vandaar dat ik zei van, dat ik direct al het gevoel. Uh, of het nu achteraf gezien wel het gevoel dat ik. Ja, dat, een, dat ik een soort identiteit wilde bouwen. en een soort veiligheid, het gevoel dat ik groot en sterk was. en dat soort dingen. En dat. Uh, ja, daar heb ik nu wel een andere, andere blik op gekregen, denk ik. Want wat is nu je, je blik, je relatie met, met het hele trainen? Um, nou, ik denk dat het. Dat op zich een, een, dat lastig is om een gebalanceerde relatie met heel serieus trainen te hebben. Want het heeft heel erg, volgens mij tegenwoordig ook veel mensen zijn aan het trainen, gaan naar een sportschool, proberen spieren op te bouwen, vet verliezen en dat soort dingen. Er het is heel erg een soort zelfverbeterings- en, en uh, best wel dwangmatige, kwantificeerbare uh, ja, zelf zit daar achter, voor mijn gevoel. En dat heeft denk ik een beetje een schaduwkant. Dat je uh, ja, heel uh, heel erg je kan verstoppen in trainen. En in en sterk maken. In groot maken. En dat soort dingen. Terwijl je op zich natuurlijk ook heel uh, vrijblijvend vanuit een soort enthousiasme kan trainen. En ik denk dat ik nu mijn, bijvoorbeeld mijn eigen training. dat ik til nog steeds best wel zware gewichten. Train steeds heel hard. Maar waar het, denk ik, toen, 10, 15 jaar geleden. echt een soort. ja, een soort noodzaak voor me was. om dat te moeten kunnen. is dat nu veel meer. Ja, gewoon een soort vrijblijvend uh, avontuur en te delen een klein beetje uh, self-care ook. Dat, uh, eh, want trainen is uh, gezond voor je, als je tenminste met mate trainen gezond voor je. Dus ik denk dat ik op zich uh, niet per se in de praktijk heel anders train dan toen, maar wel uh, daar een stuk milder in zit qua uh, mentaliteit. Ja, ik heb je volgens mij toen wel eens een keer op Instagram zag, ik het voorbij komen, die dat quote je uit een heel mooi dat je ook zei: ja, trainen is eigenlijk zoiets moois. Het is echt een verrijkende factor in mijn leven. Maar dat je volgens mij ook veel mensen om je heen zag die er zo obsessief mee bezig waren, dat het meer een soort beperkende factor wordt. Ik denk van, ah, ik ga niet uh, naar een feestje toe, want ik wil, uh, uh, ik, ik moet die bos, bosplaat ontwikkelen. <laughs> ik, vind, ik vind het heel mooi woord. Ja. <laughs> ja, ik... ik... Ik, ik heb, juist omdat ik er zelf ook een tijd echt wel heel uh, obsessief mee bezig ben geweest. En en wat, wat, was het die tijd ongeveer toen met het, dat je Nederlands kampioen werd, powerliften? was het? Ja, absoluut. Ik had toen echt een, een soort omgeving gecreëerd met uh, vrienden, ook studenten die dat ook allemaal heel belangrijk vonden. En we hadden echt, echt een soort recht van de sterkste uitgeroepen. En dat was een cultuur waarbinnen natuurlijk uh, heel belangrijk was dat je groot was en zwaar was. En, en zwaar gewichten tilde en dat soort dingen. Uh, wat natuurlijk heel goed werkte om uh, mensen sterk te maken en naar wedstrijden te sturen, waar ze vrachtwagens moesten trekken en zo. Uh, maar achteraf gezien denk ik dat het best wel ook wel een toxische cultuur was. Heel erg een, een soort ja, cultuur van, van jezelf groot maken en uh, ego. Ja, niet zozeer Ja, zeker ego. Um, ik denk vooral dat, dat, dat het een, uh, ja, een soort manier was om je achter te verstoppen. En, uh, en gewoon de identiteit was dan hard gaan en, uh, en sterk zijn en, en kwetsbaarheid. Dat is natuurlijk voor slap uh, <laughs> precies. Ja, tegenwoordig, uh, dus in ieder geval in mijn omgeving, is daar veel meer, uh, veel meer draagvlak voor die, uh, voor die andere kant. En, uh, uh, maar ja, ik zie het nog wel, denk ik, regelmatig om me heen, dat mensen ja, misschien beginnen met trainen of met sporten met het idee van, oké, okay, dan ga ik wat beter voor mezelf zorgen, zo goed voor mijn gezondheid zijn, dat soort dingen. En dat ze dan... Een paar jaar later uh, inderdaad echt een beetje geleefd worden door de fitness. En dat, het, dat fitness niet langer hun uh, leven verrijkt, maar hun leven echt beheerst. En uh, ja, ik ben daar persoonlijk uh, niet meer zo gecharmeerd van. Ja. En wat is, wat is het advies dan wat je aan die mensen zou geven? Want ik ken jou ook vanaf het begin, toen die tijd ben je vol van nou, groot liefhebben voor, voor eisen, bij wijze van spreken, voor het gewicht optillen. Voor in je programmeren en kijken... hoe kan ik zorgen dat ik elke week... een procent, twee procent sterker ben... ten opzichte van vorige week. Uh, daar klanten in helpen. Maar als je nu kijkt, inderdaad, wat jij ook zegt... Ja, dat er best wel wat mensen zijn... die, ja, die het echt zien als een, beperken, een beheersende factor... Wat je, wat je zegt. Wat is het advies voor die mensen? Nou, dat vooral... Uh, want ik ben nu 33... dus het is uh, ongeveer een, een half leven... dat ik dit doe. En... Uh, wat dat betreft heb ik al een hoop mensen uh, zien komen en gaan. En dat eigenlijk als ik terugkijk door die uh, wat is het, 16, 17 jaar uh, dat ik actief ben in de, in de, de fitnessindustrie. Uh, is dat eigenlijk al die mensen die zo obsessief daarmee omgingen, één ding in het gemeen hebben en dat is dat ze dat nu niet meer doen. Sterker nog, dat de meesten zelfs niet eens meer trainen, omdat die gewoon volledig van de wagen zijn gevallen. Dus ik denk uh, dat hard trainen en die soort van 1% meer wil leveren... dat dat iets heel leuks kan zijn, iets heel moois kan zijn. Maar wat dat betreft is dat wel een soort ja, fitnesskapitalisme of zo. Dat je dan eindeloos maar beter moet worden. Dat is wel een beetje een, een ik zou bijna durven zeggen... bijna een beetje een gevaarlijk idee... dat, uh, dat je dan dus dat altijd maar van jezelf moet verwachten. Uh, maar vooral omdat dat dus maar eigenlijk maar één kant op kan... is dat je natuurlijk steeds meer gaat trainen... dat je steeds meer op je slaap gaat letten... steeds meer op je voeding gaat letten... Dat je eigenlijk in een soort ja, trechter belandt waarin je steeds meer moet opofferen om maar weer die 1% extra te kunnen leveren. Uh, dat dat op een gegeven moment gewoon verpletterend is. En ik denk dat daarom ook veel mensen dan uiteindelijk van de wagen vallen. En die houden het misschien twee jaar uh, vol om uh, de hele dag met uh, tupperware bak bakjes, uh, food prep uh, rond te lopen. En, ja, en zes dagen in de week te trainen. Um, maar ik denk dat het heel moeilijk is om dat, uh, om dat duurzaam te maken. Uiteindelijk. Natuurlijk, misschien een beetje afhankelijk van wat je wil bereiken. Kan jij natuurlijk gewoon zeggen: Oké, okay, ik, ik. Vandaag is dag één en ik wil nu. Ik wil kijken hoe uh, uh, gespierd of atletisch, whatever ik uh, kan worden. Ja, dan zal je waarschijnlijk vier jaar lang gewoon zo obsessief moeten uh, of kunnen leven. En dan zou je snel dat niveau bereiken. Maar ja, als je daarna nog 40 jaar of zo, uh, 50 jaar met jezelf te gaan hebt. Dan. Uh, ja, hoe ga je dat uh, volhouden? En ik denk dat daar. Dat, dat, uh, ja, dat fitnesskapitalisme een beetje botst. Uh, en, en dan heel veel ruimte gaat innemen van, uh, ja, van de rest van, uh, van de dag en de, en de week. Dus uh, wat voor advies ik mensen zou geven is. Um, als je ruimte creëert. als je binnen zeg maar, het, het harde trainen, goed voor jezelf zorgen. Uh, de fitness lifestyle, als je daar binnen ruimte creëert om. Uh, ...wel oog te kunnen houden voor andere dingen die je belangrijk vindt. Uh, juist hier en daar jezelf wat, wat slack uh, te geven. maar hou je het volgens mij uiteindelijk lang en vol. En dan is de kans veel groter, denk ik, dat je uh, niet alleen over vier jaar... ...er uh, tussen aanhalingstekens goed uit zal zien, wat dat ook mag betekenen. Ja. Maar dat je dat ook tien jaar later en twintig jaar later nog steeds kan. Precies, want dat, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Inderdaad, die trechten, dat... Ja, dat resoneert heel, heel erg bij mij dat inderdaad mensen steeds meer gaan trechteren om uiteindelijk dat resultaat te behalen. Maar dat ik ook, misschien ook al komt ook omdat ik een beetje door mijn vriendin, maar op een gegeven moment ook die. Iedereen heeft natuurlijk die fase gehad en dat je s ochtends wakker wordt, biefstukken bakken. en dat. <laughs> 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 precies, eieren. En dat. ik weet ik nog steeds wel een ochtend dat ik ook toen uh, bij Evolve dus werkte. Dat ik om zeven moest beginnen en dat ik om half zes met biefstuk om te bakken en mijn, en mijn vriendin naar de wc ging en zeg ben jij dan nou weer aan het doen, weet je wel? Wat slaat het dan, weet je wel? Ja. Maar dat je op een gegeven moment ook inderdaad gaat realiseren, wat vind ik belangrijk in mijn leven? Ik vind het ook belangrijk om gewoon een biertje te drinken in het weekend, mijn wijntje, ja. mijn vrienden te zien, et cetera. En meer als je die mindset kan hebben, dan denk ik, het, 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 het trainen is eigenlijk zo'n verrijkende factor in mijn leven. Het is zo, zoiets moois. Ja. En wat ik... Vaak bij, bij mezelf zie je bij mensen in mijn omgeving. Inderdaad, wat jij zegt, een, een mooi lichaam creëren. Um, wat ik zie, dat je, als je meer focus op de binnenkant, van oké, okay, gezondheid, um, motivatie, het zelfvertrouwen, et cetera. Als dat de motivatie is, is, dat het vaak krachtiger werkt ten opzichte van ik wil een sixpack of ik wil grote biceps. Zodat het dan een soort van, ja, toch ook voor de buitenwereld een ding wordt of zo ten opzichte van alleen het voor jezelf doen. Ja. ja, ik denk dat, dat uh, trainen, dat dat uh, heel erg leuk kan zijn. Het kan ontspannend zijn, je kan je rekken voelen na een uurtje inspanning. Uh, je kan een goed gevoel hebben bij uh, meer controle krijgen over je lichaam, bepaalde bewegingen leren. En daar zit best wel, ondanks dat, dat uh, krachttraining redelijk statisch is, zit er wel een soort spelelement in. Uh, wat je denk ik met hem best wel op een heel hoog niveau kan spelen. Terwijl het eigenlijk. Een soort, ja, een soort enthousiasme is van waaruit je het doet, een soort interesse. Nou, oké, okay, ik zorg een beetje voor mezelf en ik ga af en toe een uitdaging aan. En als je dat lang genoeg volhoudt, dan ja, kan je eigenlijk maar één kant op, en dat is dat je langzaamaan wel gewoon steeds beter wordt. Maar dan gaat het meer om de, zeg maar, denk het, het intrinsieke proces en niet zozeer om. Oké, okay, uh, over zes maanden is het uh, uh, 1 uh, juni, uh, dan gaat de strand open, ja. dan is een, hebben we een, een binair moment en dan ben ik of in shape of ik ben die loser ja. die niet in shape is. Ja, precies. En ik denk ook, nou ja, jij bent ook actief in de, de fitnessindustrie en je ziet ja. ook, uh, er zijn best wel veel gyms of ook trainers wel die, die helemaal inspelen op, die, uh, op dat gevoel. En die, die dan hun social media vol met before-afters ja. en... Hier kan je... Geef me je geld en dan zorg ik dat je over drie maanden wel er goed uitziet. En ja, ik snap dat het appetijtelijk is. En uh, ik bedoel, ik heb zelf ook echt wel dat soort fasen doorgemaakt. Dat ik ook uh, heel hard ging diëten om dan over drie maanden goed genoeg te zijn. Ja. Uh, maar ik denk dat dat een soort... Ja, een soort Winnaars-verliezers-ding creëert, want natuurlijk, heel veel mensen om allerlei redenen bereiken dat helemaal niet. Het is een soort wel of niet goed of zo. In welke kant val jij? Ja, en het, het is heel, sowieso heel uiterlijk. Het is heel extern gedreven ook. En, uh, ja. het, hoe, hoe, hoe kijk jij daar dan naar als, als liefhebber, als personal trainer? Ik heb er zelf ook wel een mening over, maar natuurlijk met het hele social media, et cetera, dat ik ja, mensen, scoopie erbij, uh, sixpack, uh, we gaan van goud bij wijze van spreken. Dat ik denk van dit is zoiets anders als, ik, als ik, hoe, waar ik elke dag mee bezig ben, hoe ik kijk naar trainen, waar ik bezig ben met mijn klanten, maar dat ik me kan voorstellen als bij te staan. Dat mensen denken, ja, dit is krachttraining. Dit is. Uh, uh, snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja. ja ik denk dat uh, mensen waarmee ik werk, dat ik eigenlijk altijd uh, zijn richting in, probeer te, te sturen. Probeer te inspireren. Uh, dat ze het leuk gaan vinden om te trainen, dat het, het, uh, het trainen zelf, maar ook de doelen die je erin kan bereiken, het sterker worden of het beter worden in bepaalde oefeningen, bewegingspatronen. Ik zag bijvoorbeeld die Tim Hoffman, die volgt dan ook op, uh, het is vet om te zien. Ja, die... Dat is schaam, je ziet hem, ik zie hem af en toe op tv en ik volg hem dan leuk om te volgen op Instagram, maar ik zie opeens die gast die is uh, 200 kilo aan deadlift of zo. Ja, ik denk dat hij een ja. heel mooi voorbeeld is van iemand die uh, ik weet eerlijk gezegd niet eens meer precies wat hij zei toen hij mij kon trainen, maar hij is wel iemand die echt uh, bitten by the iron bug is. Hij is het leuk ja, gaan vinden om, om dat spel aan te gaan van, oké, okay, hoe kan ik beter worden in bijvoorbeeld een squat en hoe kan ik wat meer tillen? En ja. als je dan een, een, een bepaalde trainingscyclus hebt, dan zit je nou, een soort piekfase ja. en dat gaat helemaal niet meer om ja. uh, ja Heb ik buikspieren of hoe dik zijn mijn armen? Het mooie is, denk ik, dat als je uh, het, het krachttrainingspelletje leuk gaat vinden, uh, dat je dan uiteindelijk vanzelf die dingen wel bereikt. Er zijn maar weinig mensen die op een goede, uh, onderwezen manier trainen en die uh, vijf jaar later niet dan een lichaam hebben wat, daar, wat dat reflecteert. En dan komen die hè, dat lagere vetpercentage of die dikkere armen of schouders, whatever. Ousplaat. De borstplaten, die komen dan vaak vanzelf wel. En, maar dan is het niet meer uh, een doel aan zich. Dan is dat gewoon eigenlijk een, een bijproduct van lekker trainen, goed voor jezelf zorgen en, uh, ja, en hier en daar een uitdaging aangaan. Want hoe voelde jij je toen in die powerlift tijd? Want ik heb, ik heb zelf ook al een powerlift wedstrijd gedaan. Nou, als ik soms naar mijn foto's terugkijk in die tijd, dat ik echt denk: ja, zo'n kop, zo'n wal onder mijn ogen. Dan moet ik ja. dat mijn vrienden ook zeggen nou, dat, dat we toen een relatie hadden. Ik wist niet. Maar dat, als ik terugkijk, als ik terugdenk aan die tijd, denk ik, ah, was ik best wel vaak moe, omdat het natuurlijk neurologisch zo'n grote prikkel is voor je hele systeem. Ja. Um, hoe, hoe kijk, ik ben gewoon ook een beetje vanuit persoonlijke interesse hoe dat ja. voor jou was, omdat ik, ik ben later ben ik ook wel, nu ben ik ook veel in het wielrennen, vind ik ook gewoon leuk om te doen, ook een beetje mm -hmm. wat er net zei, ja, vind een manier wat leuk is voor jou. Hoe, hoe kijk jij terug naar die powerlift tijd? Eh... Uh... Nou ja, vooral als ik, als ik terugdenk aan die tijd dan eigenlijk het eerste wat naar boven komt is die obsessie. En dat was uh, uiteindelijk zonder die obsessie had ik denk ik niet de prestaties neergezet die ik heb neergezet. Uh, dus ik was waarschijnlijk nooit zo sterk geworden. Maar het, het ging gewoon. met elk jaar ging het denk ik steeds meer vreten aan, aan de rest van, ja, van, van mijn leven en persoonlijkheid. Het ging gewoon steeds meer ruimte innemen. En dat, want het begon met oké, okay, ik, ik uh, doe uh, een aantal dingen in mijn week... en nu ga ik ook een paar uurtjes trainen. En op een gegeven moment, nou, nu... nu ik doe een aantal dingen in de week, maar ik ga ook een paar uurtjes trainen. en ik, maar ik ga ja. ook zorgen dat ik elke dag zoveel eiwitten eet. Het begon allemaal leuk. En in het begin kreeg ik natuurlijk ook heel veel validatie voor. En waar ik redelijk uh, skinny was wel, denk ik, in mijn uh, puberteit. was een paar jaar later. Op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk het... De identiteit van uh, het beest. In dus mijn studententijd, van, <laughs> ja. je, bent, je bent groot en, en de ja dat het beest. Ja, ja dat je, je, bent, je bent groot en sterk en imposant. En, uh, Misschien ook wel een tijd waar je wel een beetje op zoek bent naar die erkenning van anderen. Een beetje jezelf ide identificeren van oké, okay, oh, het beest. Op zoek ben naar wie ja. ben ik nou eigenlijk als andere mensen jou het beest noemen. Ja, dat voelt wel lekker. Ja, toen vond ik dat uh, echt uh, <laughs> belangrijk, uh, als ik eerlijk ben. en. Uh, maar ik had op een gegeven moment ook zo'n fase, wat jij ook noemt, dat, dat op een gegeven moment was ik dus 50 kilo zwaarder of zo. En ik zal nooit vergeten dat toen ik mijn laatste wedstrijd uh, deed, dat is, ik denk dat het 9 jaar geleden is of zo. Uh, 260 kilo gesquat, 330 kilo gedeadlift en zo. In principe op papier een supermooie uh, prestatie. Hartstikke trots op. Maar ik had wel in die, die trainingsfase dat ik toen, uh, ik was zoveel moe en ik had echt als ik boodschap ging halen. Ik, ik was de straten uit. Ik liep met die alt heintas okay, dan. Uh, dit is een beetje, ik zou het de, dit, Mooie foto, ja. <laughs> ja we we vergeten zich ook. Ja, ik, ik, zou hem wel, ja, ik laat nu de foto aan Brian zien met, ja. uh, van de powerlift. Maar ook die wallen onder mijn ogen ja, en zo'n ja, ja. kop. Het is, ik had die wel 280 kilo in mijn handen. Hey, maar dan was nog. Hey, hey. <laughs> ja, Je hebt hem ja. wel geteeld. Ik heb hem wel okay. geteeld, ja. ja. ja en, maar ik had toen dus ook dat laatste jaar ook dat ik heel veel moe was en dat ik als ik dan de trap opliep, dat ik er buiten ja, adem was. Zei, ja. Dat ik op een gegeven moment ook een soort... Als ik dan in de trein in slaap viel, dat ik ook een soort... Ja, een soort bijna een soort slaap neuk kreeg. Dat ik dan ineens ook een ja. soort van snakken naar adem wakker werd. En toen had ik die laatste wedstrijd gehad. Toen voelde ik me ook tijdens de wedstrijd eigenlijk helemaal niet zo lekker. Ik voelde me sloom en zwaar. En toen kwam ik thuis en toen ging ik in bed liggen. En toen begon mijn hart echt te racen. Een soort van ja, overbelasting ja. of zo. Ja. En ik weet dat ik de ochtend na die wedstrijd wakker werd. En ik dacht van... Toen dacht ik voor het eerst van, dit is echt niet goed voor me. En in eerste instantie uh, op gezondheidsaspect. Ik voelde gewoon aan alles van, uh, ik ben waarschijnlijk, zit mijn soort van natuurlijke gewicht op misschien 80 kilo of zo. Ik zit daar bijna 40 kilo boven. Ik had toen voor het eerst het idee dat ik dacht van, als ik dit blijf doen, dan ben ik misschien later wel zo'n gast die, die midden veertig uh, ja. als, als powerlifter of zo omvalt ja. en dan gewoon een hartaanval krijgt of zo. Een soort Ronnie Coleman-achtige... Ja, ja, ja. Die, ja. uh, die ging op allerlei fronten al wel heel wat stappen ja, verder. Ja, maar in ieder geval dat, dat besef van, volgens mij uh, ben ik nu iets aan het doen waar, uh, waar ik mezelf mee schaad en... Het, toen ben ik daarna, volgens mij echt de dag na, voor het eerst in jaren, ben ik cardio gaan doen. En ik dacht dan, misschien moet ik wat lichter worden. En toen ging ik eigenlijk een soort proces in waarin ik. Eh, dus overigens ook echt mijn laatste wedstrijd geweest. Ik denk ook dat dat achteraf gezien dat die. Dat besef ook eigenlijk direct mijn soort van competitieve uh, drang er toen uh, uit heeft gehaald. Wat waren de statistieken wat je, to wat je toen had? Uh, want dat was volgens mij ook je beste wedstrijd hoorde ik in de podcast die ik van de week uh, luisterde. Ah, ja. Ja. ja, dus dat is in ieder geval het hoogste totaal uh, aantal kilo's wat ik heb getild. Ik heb die dag uh, 260 kilo squat, uh, 165 kilo bench press en 330 kilo deadlift. Uh, met, ja, met alleen een riem, dus zoals uh, raw uh, powerlifting. En, uh, uh, maar toen begon daarna dus een fase waarin ik dacht: van, nou, uh, ik denk dat ik niet zo zwaar moet zijn. Want ik woog toen ook echt, volgens mij woog ik 117 kilo of zo die dag, echt veel. Best bizar dat je eigenlijk dan je beste wedstrijd neerzet. Een soort van misschien een gevoel hebt: van oké, okay, beste uh, totaal ooit. En dat eigenlijk die dag daarna dat je dan wakker wordt: hé, hey, dit is het misschien toch niet. Ja, ik had denk ik misschien wel het tegenovergestelde van dat euforische gevoel. Want ik had toen, een, uh, volgens mij, een half jaar voor deze wedstrijd. Toen was ik bijna 10 kilo lichter. En toen heb ik op al die uh, lifts volgens mij maar 5 kilo minder getild. Dus ik was veel zwaarder geworden en eigenlijk nauwelijks sterker. En ik voelde me veel verrotter eigenlijk. Dus ik had juist dat ik dacht na die wedstrijd dat ik wakker werd. En bijna een beetje met zo'n gevoel van: wat, wat ben ik aan het doen? Dit, uh, dit, dit is, uh, volgens mij is het niet goed. En in plaats van. Nu zou ik misschien denken, als ik dat verhaal van iemand anders zou horen, zou denk ik denken: van oké, okay, die heeft toen de dag na het roer omgegooid. Maar toen kwam het eigenlijk nog de grootste uitdaging voor mij. Was na, uh, ik denk dat ik toen zes jaar of zo hiermee bezig was. Om na zes jaar die identiteit los te laten. En ik weet nog dat ik toen van, ik had zoveel gegeten en zoveel getraind om zo te kunnen worden. En om dan moedwillig te zeggen: oké, okay, ik ga weer, uh, ik ga weer uh, onder de 110 wegen. Dat ik daar echt even. Uh, mijn tijd voornam en op een gegeven moment nou, was ik een tijdje 110 kilo geweest. Oké, okay, nu ga ik wel weer, uh, kan er wel iets af. Ik ga onder de 100. En het was echt een soort, bijna een soort overdreven, zeg maar, bijna een soort rouwproces om uh, dat idee van ik ben sterk, ik ben groot, ik ben gigantisch, uh, om dat los te laten. En, en om dan, uh, ja, toen ik, uh, ik weet ik veel, 99 kilo of zo bij mijn lengte, ja, dan ben je nog steeds in de uh, ogen van de meeste mensen vierkant dat ik dan uh, oude uh, collega's tegenkwam, die keken me en zeiden: wat train je nog? Ja, ja, je ziet er, uh, ja. ben je ziek of zo? En ja. Uh, ja, ik stel me zo voor dat als je bijvoorbeeld uh, voetballer bent op hoog niveau, en je stopt ermee, uh, tenzij je heel veel aankomt. Mensen zien dat niet per se, dus dat wordt denk ik minder onderdeel van, van jouw identiteit overal. Maar ik was ineens was ik iemand die, die iemand die uh, heel breed was en een en de beer was. Vanaf dat nam ik een, een stap terug naar ja. Meer gemiddeld of zo, wat normale. En dat vond ik echt, uh, daar had ik echt even tijd voor nodig. Het was echt een soort, soort, ja, klein rouwproces om dat los te laten, om dat niet meer te willen en, en te realiseren dat ik dat niet meer nodig had. En uh, ik denk dat ik daar eigenlijk wel, uh, misschien wel uh, anderhalf jaar over heb gedaan of zo. Okay. Ben toen nog anders gaan trainen ook? Of ben je, uh, ik kan me voorstellen dat je toen in, in deze tijd ook, ook wellicht in de voorbereidende wedstrijd ook echt wel. Sowieso die zware lift uh, uh, richting de 90-procent uh, uh, plus pakte. Ja. Hoe, hoe ben je toen in, je, ben je in training ook echt dingen anders gedaan? Je vertelde dat je bij wijze van spreken de dag na die wedstrijd gelijk op de cross-trainer bent, uh, <laughs> ja. mits die je kon houden, de cross-trainer. Uh... Ja. ja, ik denk dat ik, uh, ik heb sindsdien, of ik heb echt wel een fase gehad, meerdere fasen, dat, dat ik een beetje ging flirten met andere trainingstijlen. Dat ik dan dacht: van oké, okay, misschien moet ik na nou het even niet zo. Focussen op, op die, uh, die absolute, die maximale kracht. Maar moet ik voor spiermassa gaan trainen? Ik heb, dat heb ik een tijdje gedaan. En ik heb op een gegeven moment een fase gehad dat ik, uh, ik denk wel anderhalf jaar lang of zo, dat ik dan twee keer in de week erbij rende. Uh, maar ik bleef wel altijd terugkomen bij die zware gewichten. En ik probeerde het, ik kon het ook nooit helemaal loslaten. En uh, in eerste instantie denk ik, omdat ik toch vast wilde houden aan dat idee van ik ben sterk. Later wel uh, op een ja, denk ik wat gebalanceerdere manier dat ik het gewoon leuk vind. Ik vind het gewoon, als ik in de sportschool kom, dan vind ik het echt een leuke challenge om uh, te kijken hoeveel kan ik tillen en al die spanning om mijn lichaam te voelen. Ik haal daar veel meer uh, uit qua ervaring dan dat ik gewoon een, een gewicht optil twintig keer en het daarna weer terugleg en denk oké, okay, dit is volgende week goed voor mijn gezondheid. Uh, dus dat, dat zware trainen is er altijd wel bijgebleven. En uh, uh, uiteindelijk was de conclusie ook gewoon: dat vind ik het leukst. Uh, maar ja, zeker wel mijn, mijn uitstapjes uh, gehad, wat dat betreft. Want toen ben je in Groningen en toen ben je daarna ben je naar Amsterdam verhuisd. Ja. En toen ben je bij Evolve gaan werken. Ja, dus ik, uh, ik heb, uh, even kijken, in 2011 kwam ik naar Amsterdam ging mijn masterwedstrijdsschap hier doen en, en je bachelor had... had je toen in uh, Groningen gedaan ja, ja oké okay. en toen heb ik nog uh, ben ik dus nog één jaar uh, als uh, wedstrijd powerlifter actief geweest en toen ben ik tijdens het jaar ben ik in Utrecht als uh, personal trainer begonnen en uh, dat ging niet zo heel goed met het bedrijf uh, dus toen ben ik op een gegeven moment naar uh, Amsterdam gaan en toen ben ik volgens mij in 2013 ben ik bij Evolve inderdaad uh, begonnen en uh, ja, ook daar. Ik merkte ook zelfs in de manier waarop ik training gaf, dat toen ik personal trainer werd in eerste instantie, uh, dacht ik ook van oké, okay, ik moet nu een soort personal trainingsproduct neerzetten. Dus ik moet mensen van alles wat geven. En ze moeten uh, aan het einde van het uur ze ook even uh, touwen slaan en op een bike en dat soort dingen. Want ze moeten wel zweten. Heel heel generiek, ook echt het klassiek ja. idee van wat heb je waar denk je aan als je naar een, een personal trainer gaat. En daarin merkte ik ook dat ik na een aantal jaar eigenlijk tot de conclusie kwam dat ik het. Even heel kort door de bocht, eigenlijk alleen leuk vond om te werken met mensen die. Uh, die ook uh, een kracht wilden opbouwen. en die dat, dat performance-dingen in de gym wel, uh, wel voelden. Dus dat is wel iets wat eigenlijk altijd bleef terugkomen. Ah, vet. Ja. Dat is ook wel een soort filter die je hebt, denk ik. en wat je zelf uitstraalt, dat je op basis daarvan ook weer je klanten aantrekt. van dat je, als je zegt iemand bij jou: van hé, hey, uh, Brian, ik wil die. die sixpack of die grote biceps. Ja, dat, dat, ja, dat strookt toch niet dan op het. Uh, op de visie wat jij hebt op trainen. Ja, zijn. absoluut. En ja. dat, uh, ja, in mijn ervaring is dat dus meestal kortdurend. Dus ik, ik, uh, ik post ook nooit. Ik, ik maak nooit, bijvoorbeeld, foto's van klanten. Uh, ik meet ook geen vetpestages, dat soort dingen. Ik uh, bedoel, het is uiteindelijk natuurlijk wel belangrijk om dat, om daar wel zicht op te houden. Uh, maar ik ben wel vrij actief. Alle mensen die ik of fysiek train, of waar ik schema's van maak, of dat soort dingen de hoek in aan het uh, dirigeren waar het vooral gaat om trainen is leuk en beter worden trainen is ook heel leuk uh, maar het is niet extreem belangrijk als dat niet per se uh, <laughs> altijd lukt ja, en ja. Uh, ja ik vind dat wel heel leuk en wel een mooie uitdaging om die balans te vinden en om dan een trainer te zijn die iemand uh, naar een volgend niveau stuurt maar die tegelijkertijd ook een beetje moet bewaken dat naar een volgend niveau gaan dat dat Iets relatiefs is en uh, alleen uh, binnen een gezonde context uh, de moeite waard is. Dus uh, dat betekent soms ook dat ik het nou, mensen krijg die uh, zeggen. Oké, okay, ik wil nu al, ik wil over twaalf weken echt uh, fantastisch eruit zien. En dat ik dan zeg uh, nee, dat gaan we, dat gaan we <laughs> niet doen, kan wel. Ja, ja. Uh, maar uh, jij maakt jezelf gek. Ik, ik als trainer neem dan moet dan heel veel controle gaan proberen uh, te hebben over je eigen jouw levensstijl. En uh, dat gaan we gewoon niet doen. Dus uh, ja, overwegend werk ik met mensen die, uh, ja, die, die eigenlijk die niet per se een uiterlijk doel hebben, of misschien wel hebben, maar het dan in ieder geval wat meer naar de, naar de achtergrond uh, verplaatsen. En die gewoon beter willen worden in, ja, in, in trainen, in krachttraining. Een ja. gevolg daarvan is dat uh, lichamelijk het een en ander verandert, maar het is niet het doel op zich. Ja, precies. Mooi. Ja, en ik vind Tim daar wel echt een mooi, uh, mooi voorbeeld in. Ja. Dat die, uh, ja, het verbaast me echt dat ik dat, want ik, ik, ik volgde hem en ik zag gewoon, met wie trainde deze guy, weet je wel. En toen yeah. zag ik dat hij met jou trainde yeah. oh, en Brian, dat oh, vet. Dan, uh, dan zit hij goed. Yeah. Dat, uh, nice. Ja, ik, ik kom ook, oorspronkelijk kom ik uh, uit oost van het land, uh, gewoon, een provinciale jongen. En, uh, ik Waar kom je vandaan? Yeah, ik ben geboren in Apeldoorn okay. en ik ben in een klein dorpje in de buurt daar uh, opgegroeid. Maar ik ben dat ik op een gegeven moment in Amsterdam als trainer ging werken en die uh, daar trainen. Dan bekende Nederlanders en dat dan ook uh, voelt dan familie zijn van Oeh, ook uh, bekende Nederlanders ja. en dan weet je dat klassieke beeld van <laughs> oh, ja, Er komt zo'n, komt zo'n BNR die komt daar even verwend doen en dan staat die Steen. trainer daar uh, yeah, yeah. met met een handdoekje klaar <laughs> en uh, ja. Van, ja, lekker fitnessen met de BNR's. <laughs> en uh, ik denk dat op zich een mooi ja. Tim Hofman, een mooi is ja. dus die uh, die heeft gewoon, die is gewoon eigenlijk. Uh, ik denk dat ik hem stiekem een beetje of niet stiekem maar dat ik hem een beetje mijn wereld in heb getrokken en ja, uh, ja hij vindt het nu ook uh, en dan squat die nu uh, 180 kilo en dat vind ja. ik super mooi ja. dus uh, ja. fitnessen met de BN'ers is wel een, <laughs> uh, een, een nieuw uh, ja. nieuw imago gekregen ja. bij ons wat dat betreft Precies. echt leuk ja. ja het is mooi ik vraag het me leuk zelf ook uit het oosten komen en inderdaad dat heel herkenbaar is ook bij en ook wel bij gustav en ja, dan komen wat bekende nederlanders denk ja het is inderdaad, maar dat is ook een beetje aan mij als trainer, als iemand in zijn sportbroekje binnenkomt, bij iedereen is gelijk. Ik zie gewoon een lichaam en ik zie niet ja. een... Uh, de, dus ja, dat vind ik ook uh, mooi om te zien hoe jij er omgaat en dat je ook gewoon dat, met, ja, die persoonlijke benadering daar hebt. Ja. En vanuit het hele verhaal wat je vertelt, vanuit je eigen ervaring, de klanten waarmee je werkt, je, de powerliften, de kennis en ervaring die je hebt, uh, hoe zou je dat relateren aan de, aan de term levenskracht, wat je... Je bent natuurlijk heel erg bezig met het realiseren van een krachtig lichaam, maar mm -hmm. dat, dat, dat heb je. Dus ja. Wellicht is dat een voorwaarde wat je zegt voor levenskracht. Hoe kijk jij daarnaar? Uh, ja, ik denk dat een, een uh, goed functionerend, een, een, een solide lichaam, een, een ontwikkeld bewegingsapparaat ah ja, absoluut onderdeel is van levenskracht. We hebben nu al best wel veel gehad over dat dat misschien eigenlijk best wel snel te veel fysieke kracht kan worden, waardoor het misschien levenskracht uh, wat dat betreft al in de weg staat. Um, even kracht even, Sorry? even kracht <laughs> ja, ja, <precies. laughs> van een nieuwe, nieuwe podcast ja yeah. <laughs> uh, uh, maar wat ik denk is dat um, de, uh, de manier waarop ik trainen nu uh, uitdraag dat dat voor heel veel mensen goed helpt om dan een duurzame relatie op te bouwen daarmee en als jij natuurlijk de rest van je leven uh, redelijk serieus of semi serieus kan blijven kracht trainen dan zal je waarschijnlijk ook de, de gezondheidsvoordelen daarvan uh, ja, ook pakken. En dan kan het denk ik een, een rol innemen waar uh, trainen leuk is. Wel een prioriteit is op de agenda, maar niet uh, de plek van andere uh, prioriteiten uh, in, uh, inpikt. En ondertussen uh, ja, een hobby is, maar tegelijkertijd ook iets is wat, uh, ja, wat je lichaam verzorgt. Ik weet niet of dat je vraag beantwoordt? Ja. Ja, nee, zeker. En dat is natuurlijk wel heel gericht op het fysieke, op het, op het mm -hmm. lichaam. Heb je nog wellicht over, over het mentale of over het, het emotionele vlak... Heb je, daar, heb je daar een bepaalde kijk op? Uh, ja, ik denk dat, dat uh, het makkelijker is om, om emotioneel gezond of gebalanceerd te zijn... als je lichaam dat ook is. Uh, dat gezegd hebbende heb ik zelf uh, na... Na die powerlift fase, na de, de, zeg maar de ontgoocheling van: oké, okay, ik ben nu heel sterk, maar eigenlijk voel ik me helemaal niet zo goed. heb ik in de jaren daarna best wel wat uh, geworsteld met mijn mentale gezondheid. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat keihard trainen, uh, obsessief onvoorwaardelijk keihard trainen. me totaal geen levenskracht uh, gaf. Dus dat er een heel groot disconnect ontstond tussen wat kan ik lichamelijk en hoe voel ik me tussen mijn oren. En uiteindelijk ging het lichamelijke daar ook onder lijden. Um, dus ik denk dat, ja, ik denk dat het, wat dat betreft, zie je natuurlijk met inspanning altijd dat, een, uh, wat ze dan een, 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 een inverse U-curve noemen: dat als je heel weinig aan, in, aan beweging doet, dan voel je, je waarschijnlijk minder goed, ben je sneller ziek, dat soort dingen. Als je gemiddeld aan, uh, aan lichaamsbeweging doet, dan voel je je goed, heb je meeste energie en uh, werkt eigenlijk je lichaam het best. En als je daarin te ver gaat, dan ondervind je eigenlijk weer nadelen van. En ik denk wat dat betreft, dus dat vooral de. Uh, ja, een beetje in onze uh, generatie van de millennials die heel erg bezig zijn met, en daar maak ik mezelf ook vaak genoeg schuldig aan, of heb ik me aan schuld gemaakt, uh, heel erg bezig zijn met jezelf verbeteren en presenteren. Dat uh, ja, het, het bewegen zelf, wat er wordt gedaan in het sporten, uh, de, de activiteit aan zich, dat dat bijna bijzaak is en dat het belangrijker is dat het niet een soort obsessief ding wordt, want dan gaat het, denk ik. je... Uh, ja, je, je, je mentale levenskracht of je, je, ja, je mentale weerbaarheid wel in de weg zitten. Ja, ja en ik denk, volgens mij heb ik dat Ari ook wel eens een keer horen zeggen van. Trainen ook als metafoor voor andere dingen in het leven, wat je nou, dat je bedoel, je moet ergens consistent mee bezig zijn, een bepaalde discipline voor opbrengen. Mm -hmm. Ik zag jou, volgens mij, van de week ook iets posten dat je volgens mij een RDL aan het doen was met 200 kilo. Dat je ook <laughs> de zei van hey, je moet er maar zin in hebben, <laughs> <Ja>. <laughs> precies. Maar dat was voor mij ook dat ik inderdaad soms denk, ik ook ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Weet je ja. Ja, waar, waar slaat het op? <laughs> dat, uh, dat vond ik heel mooi om te zien dat jij dat was heel herkenbaar voor mij. Dat ik, ja. Ik zei, het ja, staat z'n 200 kilo in zijn, in zijn handen. Inderdaad, je moet er maar zin in hebben. Maar trainen als metafoor voor, voor andere dingen in het leven. En dat zie ik ook dat het ja, ook wat doet, wat doet met je mentale gezondheid. En het, mm -hmm. uh, uh, dat het tenminste, als ik kijk naar mijn eigen leven, dat het toch een soort van rode draad is. Wat ook een hele fijne houvast geeft ja. in uh, ja, wat je aan het doen bent, waar je ook bent, wat je, wat je werk ook is, et cetera. Dat het, ja, dat, dat trainen, dat blijft altijd een soort van rode draad door mijn leven uh, lopen. Ik weet niet hoe jij dat tegen kijkt. Of hoe je dat uh, zelf ervaart? Ja, het is bij mij absoluut altijd een rode draad geweest. En uh, nou, nu hebben we het vooral gehad over de, de tijd van het sterk zijn en dat soort dingen. En ik denk dat nu, vooral de laatste jaren ja, dat het meer een beetje onderdeel is van mijn, uh, mijn uh, soort van on onderhoudsschema van mezelf. Dat zijn gewoon een aantal dingen in mijn week. Uh, die ik ten dele doe omdat ik ze leuk vind, maar ten dele ook doe omdat ik er uh, het goed voor me is, dat het me ontspant. en daar is trainen absoluut de uh, een van. Dus uh, ja, wat dat betreft heb ik nu wel echt het gevoel dat trainen bijdraagt aan mijn levenskracht en dat ik uh, uh, tegelijkertijd ook nog best wel serieus kan trainen. Maar zoals je net omschreef, dat ik dan best wel eerlijk over ben, ook best wel open over ben van, ik heb er soms ook gewoon totaal geen zin in. Ja. En dat hoort er wel bij, want ik heb ook wel een fase gehad dat ik dacht van, oké. Okay, Trainen moet, uh, niet iets obsiefs zijn, het moet leuk zijn. Ik ga vanaf nu alleen nog maar als ik er zin in heb of als ik geen zin meer heb, ga ik naar huis. Waar ik wel een beetje mee uit voeten kom. Maar ja uiteindelijk was dat ook een soort droomwereld. Want ja, er zijn maar weinig dingen in je leven natuurlijk, die je dan alleen maar doet als je het leuk vindt en uh, dat je gewoon mee stopt als je geen zin meer in hebt. En dat je dan wel op de lange termijn daar ook van kan blijven genieten. Dus op een gegeven moment zocht ik wel weer. Ik kreeg wel iets meer in balans En oké, okay, ik moet ook af en toe wel ja. Uh, ja, door de zure appel heen bijten. Uh, maar ik vond het wel een, een uitdaging na jaren van obsessief trainen om te goed te leren aanvoelen van waar ligt die, uh, die balans. En ja, ik denk dat ik er bijna plezier uithaal wat dat betreft uh, om dan bijvoorbeeld naar buiten toe, uh, zoals online, inderdaad, om social media. Bijvoorbeeld, ik heb vorig jaar een boek over krachttraining geschreven... dat ik best wel eerlijk ben over... ja, uh, soms is, is het ook gewoon niet zo leuk. En, en ja, uh, mensen kunnen wel zeggen van... ja, maar je moet er overheen zetten en, en je moet goede gewoontes creëren. En dat, ja, in theorie werkt het wel zo. Maar uiteindelijk is trainen soms ook gewoon, gewoon kloten. is gewoon gereed aan, dus het doet zeer en uh, heb hebben geen zin in. En dan, ja, dan omdat dan, dan film ik dat en dan zet ik dat op mijn uh, Instagram-account. En ik denk van ja, ga ik hier nou dan bijzetten van een soort inspirerende quote van... Cies. Elke ochtend als jij opstaat, dan bepaal jij wat voor dag je gaat hebben. Dat is gewoon niet waar, want soms nee. sta ik er gewoon en dan voel ik me vreselijk. Cies, en, uh, en ik denk dat juist dat het dat ook... Misschien juist wel omdat ik dan uh, zwaar gewicht aan het tillen ben... Dat het er ook wat menselijker maakt en het laat zien ook dat... Uh, dat ik daar ook gewoon mijn, mijn struggles mee heb. En dat, dat het niet zo is dat je mensen hebt die uh, geen uh, training habit kunnen volhouden. En dat het dan maar een soort van. Uh, dat die dan maar gefaald hebben op uh, een motivationeel vlak of zo. En dat dan aan de andere kant staan dan de mensen die wel uh, uh, ja, Hollywood-esque uh, ja. en doorzettingsvermogen ja. hebben. die elke dag een soort held uit bed opstaan. Echt ja, in mijn ogen flauwkuh. Cool. Ja, ja. ja, eens, eens. Daar kan ik uh, daar kunnen we elkaar de hand over schudden. <laughs> en wat ik ook zag. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarmee omgaat. Omdat ik zelf na <coughs> de laatste uh, jaren ook een beetje last van heb. Uh, maar ik zag dat je de afgelopen jaar volgens mij wat blessures hebt gehad ook. Volgens mij is het iets in je heup. Ja. Dat je, uh, en ik zag je wat schouderwerk. En dat je ook zei van het soort uh, onderhoud voor of een soort check-up voor de, ja, de grote lifts, die ik wil doen. Hoe, ja. hoe, hoe ga je daarmee om als. als als atleet, als trainer, als, als persoon, die fases van blessures. Dat je, want je had iets gescheurd in je heup. Ja, ik heb een uh, dat is nu denk ik twee jaar terug dat ik een, uh, een labrum scheur in mijn rechterheup. Labrum ja. is eigenlijk een soort ja, soort, soort ziel uh, rondom je heupgevist, uh, een, een passief uh, een weefsel. En je kan daar uh, een scheur in hebben en dat gaat in principe uh, niet meer weg. Dat kan het lichaam uh, niet helen. Maar je kan er best wel wat klachten van, uh, van krijgen. En dat had ik ook een hele tijd. Hoe was dat gebeurd? Uh, nou, ik heb een... Uh, iets, ik zal het proberen in het beknopt uit te leggen. Maar ik heb een... Uh, als je als tiener veel draait, springt, dat soort dingen. Omdat je bijvoorbeeld uh, voetbal of tennis, dat soort sporten doet. Dan kan je een botvergroeiing krijgen aan de voorkant van je bovenbenen. Uh, waardoor je als je daarna uh, gaat squatten... Uh, dat je sneller eigenlijk met je uh, bovenbeenbot en je heupbot uh, uh, eigenlijk de, de, de weefsels daartussenin uh, ja, overbelast. Ja. Bekneld, als het ware. En uh, ik heb zo'n uh, vergroeiing. En uh, ja, op een uh, dag uh, uh, heb ik daar uh, een, een scheuring gekregen. En uh, ja, het kreeg ik allerlei uh, klachten. En uh, ja, ik vond het wel moeilijk, want... Um, nou, ik train dus al, of ik doe krachttraining al heel lang, dus echt al, uh, nou, inmiddels al richting 20 jaar. Maar tien jaar geleden, in de tijd van die powerlift-periode, uh, uh, had ik soms een keer een kleine verrekking of zo. En verder was er nooit wat aan de hand. Maar ik merk nu wel de laatste jaren dat ik ben ja, 33 inmiddels, uh, dat mijn lichaam wel uh, minder vergevelijk is uh, op dat vlak. En dat ik nu ineens wel van dit soort blessures krijg. Terwijl ik minder hard train dan, uh, dan tien jaar geleden. En uh, toen kreeg ik nou die heupblessure... ...en dat was de hele tijd echt gezeur... ...om te ontdekken van wat kan ik hiermee... Uh, ...toch maar naar sportarts, naar het ziekenhuis... ...moet misschien geopereerd worden... ...en is dat soort dingen... ...dat ik echt wel even uit die... Uh, ...ja, uit mijn trainingsmomentum ...werd geslingerd en... ...misschien wel, uh, of het zag er even uit... ...dat het misschien wel klaar was... ...en toen kreeg ik een jaar later een best wel zin... ...nou, dat zeg maar het, het, het zware deadliften... Ja, ...en dat soort dingen, dat dat ja. misschien wel klaar was... En toen kreeg ik een jaar later uh, kreeg ik ook een flinke schouderblessure. En toen had ik die heupblessure inmiddels had ik nog geen grip op gekregen. En toen heb ik een fase gehad dat ik eigenlijk alleen maar uh, ja, fysiotherapeutische oefeningen aan het doen was. En uh, nou, toen, uh, toen heb ik nog even een confrontatie met mezelf gehad. Want ik had toen inmiddels, een beetje in het verlengde van uh, het gesprek dat we nu hebben, had ik het gevoel dat ik het, het sterk moest zijn, gespierd moest zijn. Ik had best wel had losgelaten. Maar dat ik toen ineens even kon. Uh, proeven aan het idee van misschien is het, het serieuzere... zware tillen wel helemaal klaar. En uh, ja, hoe ga ik daar dan mee om? Zo, wat nou als ik straks, wat nou als ik als het slecht nieuws blijft met deze blessures en ik ben straks iemand die uh, ja, misschien alleen nog uh, gaat zwemmen en fietsen of zo, helemaal prima, maar die dan volgens zijn niet alleen zijn geld verdient met andere mensen vertellen uh, hoe ze sterker moeten worden, maar ook wel uithangbord is van dat merk. Uh, ja, wat gaat dat met mij doen dan. Uh, wat gaat het met mij doen als ik straks misschien een strength coach ben die zelf niet aan strength training doet. En uh, ja, dat vond, ik wel, uh, dat vond ik wel even echt een zure appel. En uh, uiteindelijk heb ik wel weer een, uh, een manier gevonden om daarmee uh, daar uh, lichamelijk mee om te gaan. Een hele goede fysiotherapeut gevonden. En uh, ja, een best wel intensief traject ingegaan. Uiteindelijk met beide blessures. Heel veel van geleerd, het lichaam weer beter leren begrijpen. En, uh, en echt alweer weer een weg terug kunnen vinden naar, uh, naar de zware gewichten. Um, dus inmiddels, op zich is dat wel een, voor mezelf wel een heel interessante les geweest. Want ik heb dus heel even kunnen proeven aan het idee van: oh, wat nou als ik uh, volgende week bij de sporthuis te horen krijg. Dat ik, dat ik dit niet meer uh, ga kunnen doen, nooit meer. Uh, ja, het moest ik dat wel even. Uh, Even proeven aan dat soort van, uh, aan bijna een gevoel van rouw wat daarbij hoorde. En nu, wat is het nu anderhalf jaar later of zo, uh, he, train ik eigenlijk wel weer een beetje zo. Um, maar nu merk ik wel dat ik uh, bewust ben van dat ik een soort waarschuwing van mijn lichaam wel heb gehad. Van oké, okay, je kan uh, echt wel super zwaar trainen, dat kan je heel lang doen. Maar ja, ik, ben, ik ben geen oude, ik voel me geen oude, oude lul, maar ik ben uh, op, op weg naar midden dertig. Lichaam gaat wel anders om, herstelt anders dan tien jaar geleden. Uh, ik denk dat ik wel een wake-up call heb gehad: dat dat, dat uh, onvoorwaardelijke uh, uh, sleurwerk met uh, 300 kilo en zo, dat dat niet duurzaam is. En, uh, en dat was dus eigenlijk jaren nadat ik al uh, gestopt was met, uh, met wedstrijden doen. Dus uh, ja, sindsdien is men. Het zware tillen doe ik nog steeds wel, maar de, de, ik, ben nu, ik steek nu veel meer aandacht in het voorwaardenscheppen eromheen. Ik steek veel meer aandacht dan ooit in mijn warming-up, in mijn ondersteunende oefeningen, in het analyseren van mijn bewegingspatronen, waar de, de, de tekortkomingen liggen. En dan niet meer, tien jaar geleden was het dan, oké, okay, wat voor tekortkomingen heb ik om, om 350 te kunnen tillen? En nu kijk ik meer naar, oké, okay, waar moet ik aan werken om ervoor te zorgen dat ik niet alleen vandaag 200 kilo kan tillen, maar dat ik dat over twintig jaar. En misschien over 30 jaar nog steeds wel kan. Dus de, ja, de, de, de aandacht is wat meer verschoven naar duurzaamheid. En als ik eerlijk ben, denk ik dat ik nu bij veel van mijn klanten, bijvoorbeeld ook als professional, dat ik betere aansluiting vind dan voorheen. Um, omdat ja, de meeste mensen die bij mij komen trainen of die uh, uh, op een schema van mij trainen, die uh, willen wel sterker worden, maar die ambiëren niet per se om. Uh, 400 kilo te tillen of zo. <laughs> nee, nee. Ja, mooi. Ik vind het inspirerend om te horen hoe je dat vertelt inderdaad. Omdat het voor mij ook wel een soort van herkenbaar is. Want ik was, nou, ik geloof wel, ik heb ooit mijn kruisbanden gescheurd in mijn, mijn knie En dat is tien jaar geleden. En door corona ging ik ook een beetje hardlopen. en nou, Nu heb ik nu het ideale hardlopenstuur. En ja, las in mijn knie gekregen, en dat ja, dus sleept in op een gegeven moment best wel in dat ik op een gegeven moment echt tijdens werk en zo ook elke keer een soort van steek in mijn knie voel. Dat ik ben ja. inderdaad, wat jij heel erg zegt, ja, uh, Luke, de strength coach uh, bezig met krachttraining, mensen sterker maken, vertellen hoe gezondheid werkt. Ja. en dan kan je niet eens zelf even wat uurtjes geven zonder dat je je knie ook een keer voelt. Ja, dat, ja. dat was voor mij ook zo'n mentaal ding dat ja. ik gewoon. Uh, op een gegeven moment dacht van, ik, ho ik hoef niet meer uh, wat ik toen uh, 250 kilo te squatten en dat soort dingen. Ik wil gewoon weer normaal mijn werk kunnen doen. Ik wil normaal kunnen wandelen. Ja, Daarom vind ik het heel mooi om te horen hoe jij dat inderdaad ook een soort van hebt beleefd. Uh, ja. En dat het uiteindelijk allemaal is goed gekomen. Ja. Maar dat het een, ik kan me voorstellen dat het een lastige. Want de vraag die ik daar nog heb, van hoe, hoe ben je toen daar omgegaan in je training? Die toen je wat scheurde, nou, dat was natuurlijk van het een op ander moment. Uh, dat je voelde van dit is mis. Mm -hmm. hoe, hoe was het met je schouder? Is het een soort van de ingesleept? Of was het er ook een. Tenminste, nou, ik, ik stel deze vraag omdat het bij mij die knie, dit was niet één moment dat ik er last van kreeg. Maar ook in mijn trainingen dacht ik elke oh, van dat voelde ik hem wel. Maar ja, ging ik wel nog 200 kilo back squatten en zo. Ik denk, oh, dat, dat kan wel. Maar ja, had ik, daarna had ik er wel weer last van. Yeah. Een soort van heel erg die ontkennende fase van oh ja. Sleeves om, uh, goede elastieken eromheen, helemaal afgekneld, weet je wel. Ja, ja, ja. Dan kan ik wel weer squatten. <laughs> Terwijl achteraf denk ik, ja, dat slaat helemaal nergens op. Ja. Maar dat dus is toch dat stemmetje in je hoofd die, die zegt, en dat had ik ook genoteerd bij de bestuurders, van ja, het is toch moeilijk om hetgene wat je eerder hebt gedaan, om dat los te laten. Dat je ja. die video's van jezelf gaat kijken, oh, ja, zware gewichten tillen en dat soort dingen. Dat je dat, dat je een soort van nulpunt weer begint. Ja, ik denk dat voor mij is het uh, wedstrijden doen, uh, dus de, de beste prestatie die ik ooit heb gezet. Ja, het is inmiddels negen jaar geleden of zo, nou, dus dat uh, daar heb ik al inmiddels denk ik ook uh, ja, emotioneel al best wel veel uh, afstand van, uh, van genomen. Ik ben nog steeds heel trots op, maar dat zal in, ja, voelt al echt als een, uh, een half leven terug. Um, maar ik had met die zowel die heupels... als die schouderblessure, dat waren in principe acute blessures, en toen kon ik ik had met mijn schouder wel echt dat ik toen drie dagen mijn arm bijna niet kon optillen. En dat soort dingen. Dat ik echt dacht dan: oh, uh, we gaan het zien. wat Binnenkort wat, er, wat ik hier beschadigde. Met de heup was dat iets subtieler. Maar met de heup kreeg ik toen langzaamaan uh, ja, steeds meer uh, pijn in mijn maagstreek. En dan ook als ik wat langer zat, kreeg ik uh, echt steken in mijn buik. En dan op een gegeven moment ook als ik op de, gewoon op de bank Netflix aan het kijken was. Of als ik in bed lag. En dus dat ging gewoon. Met die schouder had ik echt een, uh, kon ik ook gewoon eigenlijk gewoon niet meer trainen. Ik was een tijdje ook echt nauwelijks belastbaar in die schouder. Als ik dan een, uh, ja, een, een lege stang vastpakte, dan, uh, ja, dan kreeg ik echt al super veel pijn in, me, in, in die schoudergordel aan de rechterkant. Uh, dus ja, toen uh, was het vrij snel al duidelijk: ik moet zo snel mogelijk naar een fysio en, uh, en me laten begeleiden hierin. Waar ben je toen heen gegaan? Ik ben toen naar uh, Thomas Mulder uh, gegaan. Die heeft zijn, uh, zijn praktijk hier in Amsterdam op de uh, Churchill uh, Laan Evidence Base oh, practice. Julian zit hij ook. Ja, dus hij, Julian ja, inderdaad. Uh, ja, ja. Ja. Dus uh, Nou, wat dat betreft wel, uh, wel erg blij mee dat ik een, een heel moderne fysiotherapeut heb gevonden. Omdat uh, hij komt ook uit een, een hoek waar veel meer gekeken wordt naar uh, hoe kan je uh, bewegen om. Uh, ...deze blessure op te lossen en niet zozeer van oké, okay, neem maar rust en uh, ik ga je even behandelen ja. en masseren en dat soort dingen. We gaan voornamelijk kijken welke dingen niet kan doen en wat gaan we niet meer doen. Ja ja, dus, ja, 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 dus we dus hebben juist wel een manier gevonden om, het, om het, het, het rehabilitatieve aspect te integreren met de krachttraining. Ja. Want die horen denk ik ook, uh, ja. uh, die gaan hand in hand. En daarmee wel een manier gevonden om uiteindelijk langzaamaan die belastbaarheid weer te verhogen. Maar dat duurde wel, uh, wel echt even. Hoe lang duurde het ongeveer, die periode? Ik denk, met, ik denk dat die heupblessure, daar heb ik nou, zeker uh, wel vijftien uh, maanden, misschien wel anderhalf jaar mee gesukkeld. Op een gegeven moment ook een jaar lang niet gesquat, gedeadlift, dat soort dingen. En ik denk dat die schouder, dat dat een maand of drie uh, redelijk uh, uh, dramatisch was. Uh, maar het was ook net lockdown en zo, dus dat, uh, dat scheelde wat dat betreft wel. Dus toen was het ook bijna nauwelijks mogelijk om goed te trainen. Ja. Maar dat, dat waren geen dingen van, uh, oké, okay, ik had even twee weken pijn en toen nam ik een beetje rust en, uh, en een beetje fysio erbij en toen was het, uh, toen was het klaar. Dus vandaar ook dat ik, dat ik zei van, ja, ik heb echt wel even kunnen proeven toen aan, oké, okay, hoe is het om helemaal geen zwaargewichten meer te tillen. En dan wel in de gym te komen, maar echt in de gym te komen om ervoor te zorgen dat je niet te veel pijn hebt aan je, aan je gewrichten. En uh, ja, dat heeft wel... Uh, dat heeft wel duurzaamheid nog meer omhoog uh, uh, geschoven, denk ik, op mijn uh, prioriteitenlijst uh, in, in de context van, uh, van training. En mooi om te horen dat je dat ook weer aan je klanten kan overbrengen. Dat ja. je daarin je visie ook heb, hebt aangepast en dat je ja, die, op je klanten ook die duurzaamheid wil, uh, wil ja. overbrengen. Ja, absoluut. Mooi om te horen. Hey, en Brian, heb jij, een, uh, heb jij bepaalde mensen in je omgeving die. Die jou hebben geïnspireerd als een soort voorbeeldfunctie om de dingen uh, waar je nu voor staat, de, de, het verhaal wat je vertelt en wat heb je van die personen geleerd? Uh, ik zou niet zozeer een naam uh, kunnen noemen op dit moment, uh, maar ik merk wel aan mezelf echt dat ik zit de laatste jaren zit ik bij uh, bij Vondel Gym, wat best wel een, een uh, het heeft ook een beetje een imago van. Uh, het is een, een bedrijf waar, uh, waar tolerantie en gelijkheid, inclusiviteit en zo best wel hoog op de agenda staan. Uh, maar tegelijkertijd schept het ook een beetje een cultuur van. Uh, hoe, moet dat, hoe moet ik dat zeggen? Uh, een best wel een vrije cultuur waarin heel erg wordt uh, ondersteund. of wordt, wordt aangemoedigd om, uh, ja, om jezelf te laten zien. en ook je mindere kanten te laten zien. En ik kan aan mezelf wel merken dat. Uh, juist toen ik, omdat ik een beetje uit een, uh, denk een milieu kom waar je waar het heel ging om kracht en, en, en prestaties en dat soort dingen, dat dat nu dat ik vooral dus qua werk uh, veel meer in een omgeving zit van uh, wat zachtere omgeving, wat dat betreft, dat me dat uh, ja, echt op heel veel vlakken wel, uh, wel goed heeft gedaan. En, uh, en dat nou, werken is daar natuurlijk één van. Maar dat ik, uh, even te even bedenken, kan ik je vraag concreet beantwoorden. Ik denk dat ik wat, dat ik wat meer mensen om me heen heb verzameld. En dat zit ook in, in bijvoorbeeld mijn huidige vriendin en een uh, aantal vrienden die ik heb gemaakt, die uh, een beetje tegengas geven tegen dat heel erg kwantificeerbare presterende. En dat heeft mij over tijd wel echt ge, ja, geïnspireerd om uh, ja, wat milder te worden en ook wat milder voor mezelf te worden. En uh, ja ik denk dat dat uh, voor mij uh, wat dat betreft uh, het belangrijkste. Inspiratiebron is en dat ik ook al merk dat het ook goed voor me is dat ik daar aan blootgesteld blijf worden. Dus ja, ik heb geen concrete naam voor ah, je, maar meer nee. een beetje een algemene ja. zin, een soort werkomgeving waar je nu in zit en, en wat voor soort sociale kringen je nu hebt. Ja. En uh, dat is voor mij uh, denk ik uh, een belangrijke factor. Ja. ja, mooi om te horen hoe je dat zelf hebt gecreëerd. Dat je die, die mensen om je heen, dat, dat je daar eigenlijk inspiratie uit haalt ja. en dat je dat uh, zelf in balans houdt. Ja. Is het ook een advies wat je wat je, als je bijvoorbeeld tien jaar of dertien jaar 20, 15 jaar geleden. Uh, of toen je twintig was, 15 jaar geleden. Is het ook een soort advies wat je jezelf dan zou geven van die mildheid, uh, meer balans en dingen krijgt ten opzichte van de, uh, de bies met de grote borstplaat. <laughs> <laughs> uh, ja, absoluut. Het lastige is denk ik dat. Uh, als ik nu uh, morgen naast mijn tien jaar jongen zelf wakker uh, zou worden. Uh, oh, dat klinkt een beetje vreemd als ik het zo omschrijf. Ah, ja. Als ik morgen mijn tien ja, jaar ja, jongen ja, zelf zou ontmoeten. <laughs> hij, hij komt hier binnenlopen, ja, laten ja, we het ja, aanbouwen. Ja. Ja, het ging net, ging net <laughs> goed. Dus. Precies, kunnen we eruit knippen. <laughs> ja, uh, nee, ik denk dat als, ik, als ik morgen mijn een tien jaar jongere zelf zou ontmoeten. Uh, dan zou ik kunnen zeggen: Van uh, het is waarschijnlijk een goed idee als je wat. Vriendelijker wordt voor jezelf. als je wat En daarmee ook vriendelijker wordt voor de mensen. Wat milder wordt voor de mensen om je heen. Als je niet meer alleen maar focust op die, die prestaties. En het groeien en dat sterker worden. En dat proberen de, 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 de beste opleiding te halen. En, en op een gegeven moment ook geld verdienen. Ik denk dat ik er totaal niet naar zou hebben geluisterd. En, uh, dus ja, het, het, het advies zou zijn: um, maak. Uh, wat zou mijn advies zijn? moet ik wel even over nadenken. Als ik kijk naar wat ik nu anders doe uh, dan tien jaar geleden... ...is dat het vooral dat ik eigenlijk veel meer ruimte creëer... ...om, uh, ja, om een beetje mijn authentieke zelf te kunnen zijn. En dat ik veel meer ruimte creëer om dingen te doen... Die, ...waar geen, eigenlijk niet echt een prestatie aan gekoppeld wordt. Dat, ik zie achter je bijvoorbeeld de gitaar hangen. dat uh, nou, Ik ben op een gegeven moment gitaar gaan spelen. En dat is echt iets waar ik nu best wel veel tijd in steek. En ik heb les en dat soort dingen. Maar ik doe het helemaal voor mezelf. En dat is echt een soort... Ja, creatieve uh, uh, uiting, die, uh, die waarvan ik merk dat die best wel belangrijk is voor mij om, uh, om juist de, de, de prestatie en het, en het georganiseerde te, te counteren, wat, wat in het werk zit bijvoorbeeld. Dus ik, ik, ik uh, denk, als ik een, mijn tien jaar jongen zelf iets zou kunnen opdragen, dan zou het zijn: ga meer creatieve dingen doen, ga meer boeken lezen, ga muziek maken, ga. Ga uit die, uh, die, 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 die eindeloze, eindeloze prestatiecapitalisme. Uh, want je gaat echt een keiharde moker in je nek krijgen nog over een paar jaar. En uh, die kreeg ik toen op een gegeven moment. Uh, maar ik ben bang dat, uh, dat het pad bewandeld uh, moet worden om, uh, om tot dat inzicht te kunnen komen. Ja, dat is ook wat ik veel van andere mensen hoor. Van inderdaad, die vragen: wat is je advies voor tien jaar jongeren zelf? Dat je moet ook bepaalde dingen in je leven meemaken uh, om uiteindelijk de persoon te worden wie je vandaag de dag bent. En daarom zeggen, zeggen sommigen ook van ja, er zit niet echt een advies in. Want ik had het moeten meemaken om uiteindelijk die persoon te kunnen, te kunnen worden. Maar wat ik bij jou wel heel mooi vind om te zien is inderdaad, <coughs> daarom vind ik ook ja, mooi dat we dit gesprek hebben. Omdat wat ik bij jou zie, die, die dingen wat je hebt meegemaakt. Ik denk dat het voor heel veel mensen ook een beetje van onze leeftijd. Nou, we schelen wel vijf jaar, maar. Vandaag de dag dat het heel erg nog steeds in die prestatiecultuur zit... En dat ik daar zelf ook. Ja, als je met boekenkast kijkt en alles wat er, wat er ligt, het gaat alleen maar over persoonlijke ontwikkeling. En, yeah. ja, daarom inspireer je mij ook in dat opzicht heel erg. Van ja, het is ga eens wat dingen kijken. Wat niet alleen maar met het presteren te maken heeft. In je werk, in het trainen. In, uh, in, in de podcast, bij wijze van spreken. Dus dat ja, vind ik vet om te horen. Yeah. Ja, leuk. Nou, thanks. En ja, ik denk ook dat in de, de trainerswereld zie je ook best wel veel die, die quantified self. Ik heb de idee dat heel veel van onze collega's dat die, uh, die hebben allemaal een, een, een wearable, wat niet alleen een stappen telt, en, en uh, maar ook een uh, uh, heart rate uh, var variability en uh, slaapkwaliteit en dat soort dingen. Ja. En dat bijna een soort. Ja, dat, die, die prestatie zijpelt dan al in alles door. Je moet niet alleen nog fit zijn, nee, je, moet ook, je moet ook goed slapen en, uh, <laughs> en je calorieën tellen. En ja, ik denk voor sommige mensen die daar niet bewust van zijn, kan het best goed werken. Maar ik denk dat voor ja, veel van de mensen uit onze, onze hoek, dat dat, uh, ja, dat dat best wel een heftige een soort van continue stroom van, van presteren voedt. En uh, ja, waarschijnlijk een beetje het symptoom van de, van, van de millennial uh, generaties en daarna. Maar uh, ik heb mijn twijfels bij of dat, uh, of dat wel goed is voor veel mensen. Is het ook een advies dan als laatste vraag? Een soort van, ja, kijk ook of je dingen kan vinden waar minder dat prestatie ding in zit. Dat je misschien iets meer naar binnen gaat kijken van, ja, waar word ik nou echt gelukkig van? En daar hoeft niet per se een prestatiecomponent aan te hangen. Uh, ja, ik denk dat... dat... Als ik hem, uh, het is best wel moeilijk, denk ik, als je iemand bent die zich heel erg identificeert met presteren en dat heel belangrijk vindt. Het dus is denk ik heel moeilijk om, uh, ja, om dan zomaar iets anders erbij te pakken wat dat helemaal niet doet. Ah. Maar als ik hem even door, kort door de bocht zou uh, gooien, dan zou ik zeggen dat, uh, dat meer Lantefanten uh, voor uh, veel mensen goed zou zijn. En uh, ja, ik merk dat voor mij is dat het bijvoorbeeld in muziek maken. Dat doe ik best wel serieus, maar het is wel iets van mezelf. Dat, uh, uh, ja, daar hoef ik niks mee te verdienen of zo. Maar ik merk het ook aan dat ik nu uh, veel vaker even ga... de Playstation aan, ga ik even gamen... ...of soms ook gewoon een half uur op de bank liggen... ...uit het raam kijken. Dat zijn echt dingen die ik tien jaar geleden echt niet deed... ...waar ik keihard op neerkeek. Van, wat ben je nou... Wat, ...waarom ben je niet productief? Er is nooit een excuus om, uh, om niet productief te zijn. Uh, ik merk dat het de juiste dingen zijn... ...die me nu in staat stellen om veel harder te gaan... Veel intenser juist eigenlijk uh, te zijn uh, uh, wanneer ik wel moet presteren en wil presteren. Mooi. Balans. Balans. Dat, ja. is, uh, dat is waar het om gaat. En ik denk dat, ja, dat we inderdaad in de fitnesswereld, dat het vaak gaat om die presteren, maar dat ja, het verhaal wat je nu het afgelopen uur hebt meegegeven aan, uh, aan de luisteraar, dat, ja, dat je daarom ook mee vanuit eigen ervaring de dingen wat je hebt meegemaakt, dat je. Door middel van de dingen wat je hebt meegemaakt, dat je daar de juiste balans in hebt gevonden. Dat het, het gaat om presteren, maar wel een tegenhanger daarvan, van ontspanning. Ja. Dat je daarin. Uh... Ja. Mooi, Brian. Dank je wel. Thanks, jij ja, ook bedankt. Vond het leuk. Graag gedaan.